ADO haalt opgelucht adem, de smaakmaker, topscorer en bovenal publiekslieveling Nasser El Khayati is bij de club gebleven. Ja, het bleef dus vrijwel stil de afgelopen transferperiode. Is ADO's technisch manager Jeffrey van As tevreden? Katwijk dan, dat maakt zich op voor de clash in het Hol van de Leeuw. En Joop is er. Ik zie ze liever op gras spelen, uiteraard. Maar ook als ze in een paarshirt spelen, dan ben ik toch voor Heracles. Als ze op beton spelen, dan blijf ik voor Heracles. Ik heb eigenlijk helemaal genoeg van het gelul over kunstgras. Daarom moeten we gewoon naar gas toe. Dag allemaal. Ja, het is 1 februari 1905 als in café het Hof van Berlijn aan de Papenstraat in Den Haag de voetbalvereniging Alles door Oefening wordt opgericht. Een club die uiteindelijk succesvol, historisch en onmisbaar zal worden in het Nederlandse betaalde voetbal. En op de dag dat ADO Den Haag op de kop af 114 jaar bestaat, gefeliciteerd aan allen, is de club in voorbereiding op alweer een belangrijke wedstrijd in de Eredivisie. Want de punten zijn duur voor ADO. Na de winterstop slechts eentje uit twee duels. En dat moet anders zondag tegen Heracles Almelo. Ja, het goede nieuws, hij is gebleven. De baltovenaar die de term biljarten op gras vorige week tegen NAC weer een nieuwe dimensie gaf met schitterende kunstzinnige paasjes. Ja, geen wintertransfer voor ADO's topscorer Nasser El Khayati. En dus kunnen we nog tot de zomer van hem genieten in Den Haag. En we gaan praten over natuurlijk die transfer die er niet kwam. En voor nog veel meer met Jim van der Deyl, onze man die ADO op de voet volgt. Hoe bijzonder is het dat El Khayati er nog is? Ja, eigenlijk heel bijzonder als je kijkt naar zijn statistieken. Maar als je het gevoel wat ik eigenlijk vanaf Turkije, het trainingskamp van ADO, al een beetje kreeg en had, had ik het wel verwacht. Hij wil graag een stap hoger, wil niet ten koste van alles naar een club waar hij veel geld kan verdienen, maar waarbij het sportief wat minder is. Dus hij heeft ook wel een aardig lijstje wat hij wel en niet wil. Ja, en dan moet maar net de juiste club komen. En die kwam niet. Nee, nu kun je wel zeggen, hij is enorm van waarde, heeft nog een contract nu voor anderhalf seizoen. Je zou zeggen, ADO had hem ook heel graag willen verkopen, want ja, dat levert nu heel veel geld op. Ja, klopt. Aan de andere kant, ADO Den Haag staat niet, zoals clubs in het linkerrijtje, er nu heel veilig voor. Dus je kan hem ook heel goed gebruiken de komende maanden. Dat moet je ook meenemen. Stel je voor dat het fout zou gaan en El Khayati was verkocht voor een groot bedrag. Ja, wat heb je dan? Dan kan je hem beter aanhouden en in de zomer verkopen. Mm-hmm. Dus ja, het moet van beide kanten kloppen. Voor El Khayati kwam er geen club. ADO stond wel open om hem eventueel te verkopen, indien er het juiste bedrag betaald zou worden. Maar die club kwam niet en dus gaat ADO vrolijk met hem verder. Ja, en kan het eigenlijk alleen nog maar mooier worden. Want als je weet dat Ricardo Kiesna terug gaat keren, ja. Ja, en die twee die zijn balverliefd. En als dat dan samen tot één komt. Ja, daar gaan we straks even hebben over Kiesna. Eerst nog even terug dus naar of ze er verkocht moest worden. De technisch manager, Jeffrey van As, die zei ja, dat is eigenlijk helemaal geen must. We staan nu op een puntenaantal waarvan wij vinden van daar moeten we weg zo snel mogelijk. Dus dat betekent wedstrijden gaan winnen. We hebben nu echt gekeken van oké, wat komt er voorbij voor die jongens? Nou, er was niet iets wat voorbij is gekomen waarvan wij zeggen dat is goed voor ADO. En daarmee ook goed voor de spelers. Dus ja, wat ik herhaal nogmaals, wij zijn heel erg blij dat allebei de spelers nog steeds hier zijn. Want deze spelers zijn allebei de wedstrijden die we nu gespeeld hebben gewoon basisspeler. En dus heel belangrijk voor ons. Maar toch zijn jullie in januari wel met El Khayati bezig geweest om te kijken of er misschien een optie voor hem was. En voor jullie ook om te vertrekken en geld te verdienen. Nou, mee bezig geweest. Je weet als een speler die prestaties levert wie hij al levert 2 jaar, dat daar interesse voor is. Dat weet je. Alleen Nasser zelf heeft ook gezegd van joh, ik ga alleen ADO inruilen als er echt iets goeds voorbij komt. En ook Nasser is niet bij mij geweest van joh, Jeff, er is nu iets bij mij gekomen wat ik echt moet gaan doen. Dus ook hij is alleen maar bezig geweest met ADO. En heeft alle interesse, wie je dan leest in de media, naast zich neergelegd. En gewoon afgewacht van joh, wordt het echt concreet ja of nee? En gelukkig is hij nog gewoon bij ons en daar is iedereen blij mee. Heb je überhaupt tegen een bot nee moeten zeggen? Ja, daar ga ik een beetje diplomatiek op antwoorden dat wij over dat soort zaken geen uitspraken doen. En dat gaat jullie ook eigenlijk niks aan. Maar wij zijn niet in de verlegenheid gebracht dat we echt dachten van nou, we hebben echt een heel groot bot moeten weigeren. Maar je lach laat toch een ja zien? Nou ja, wat ik zeg, zulke spelers hebben interesse van andere clubs. Dus af en toe wordt er wel eens geïnformeerd door clubs. Je zegt, we hebben de zaakjes goed op elkaar. Betekent dat ook dat je vanaf aankomende zomer met een andere portemonnee kan gaan winkelen aangaande salaris en transfersommen? Nee. Kijk, we zijn uiteraard nu bezig wel met het volgende seizoen. En dan praat je over allerlei budgetten. Voor mij is het geen must dat wij het budget omhoog moeten gaan. Natuurlijk hoop je daar altijd op. Want als je meer geld te besteden hebt, kan je meer spelers halen, betere spelers halen. Maar
We zijn met elkaar, en dan spreek ik over Matthijs en Fons en de hele staf, een traject ingegaan ruim 2 jaar geleden. Dat het in de kleedkamer qua salariering wat dichter naar elkaar toe moest. Die hele grote verschillen, dat eruit moest. Nou, dat is inmiddels gelukt. Dus er is een bepaald salarisplafond bij ADO en voor een topspeler. En daar zullen we ons aan houden. Niet noodzakelijk om naar beneden bij te stellen en ook niet noodzakelijk of mogelijk om naar boven bij te stellen dus. Precies. En kijk, als het naar boven gaat, dan betekent dat het nog beter. Kijk, wij zien wel een groei wat betreft de supporters in het stadion, de meer seizoenkaarten, de sponsoren, de targets die we moeten halen, die gaan we waarschijnlijk allemaal halen. Dus je ziet een duidelijke groei bij deze club en dat moeten we vast zien te houden. Ja, geen aankopen dus ook in deze winter. Had jij die toch wel verwacht? Of heeft ADO die misschien toch wel nodig, vind je, in de tweede seizoen alleen zelf? Alleen als de top 5 weg zou gaan, dus een Becker, een Kanon, een El Kayati, misschien Immers, dan zou je misschien wel spelers moeten halen. Je hebt best wel een brede selectie als ADO Den Haag zijnde. En toch hebben ze een nieuwe speler gehaald. Het klinkt wat raar, want hij is fysiek gezien niet nu gekomen, maar hij is wel nu fit. En dan heb ik het over Ricardo Kiesna. De nieuwe speler is wat mij betreft, en ook wat betreft de staf, is eigenlijk Ricardo. Dat gaat heel goed. Ik kan nu niet afkloppen op hout, want het moet goed blijven gaan. Maar daar zijn we heel blij mee dat hij zijn eerste minuten heeft gemaakt. Nou, daar ben je zelf bij geweest. Dat zag er heel goed uit. En die is echt in de eindfase van zijn revalidatie. Dus dat is in feite eigenlijk onze nieuwe speler. Ja, en wat kijken we er naar uit? Ja. Jij ook als liefhebber. Absoluut. Je hebt hem afgelopen week zien spelen of in een wedstrijd bij Jong ADO. Hoe ging het? Ja, waanzinnig. Het mooie van die wedstrijden van de tweede helft is dat je kort op het veld staat. Ik stond echt naast de cornervlag op de flank waar hij stond. En dan doet hij dingen op een vierkante meter voor je met 3 verdedigers bij je. Dat is echt genieten. Hij is nog niet fit genoeg om meer dan een uur te kunnen spelen. Hij deed ook maar eigenlijk 30 minuten mee. Hij zal aankomende maandag weer een wedstrijd spelen. Dan zal hij misschien een uur mee gaan doen. Hij zit dit weekend al bij de selectie, dus de verleiding is er wel voor Groenendijk om hem te brengen. Mm-hmm. Dat wel. Maar die zal zeker niet meer dan 15, 20 minuutjes mee gaan doen, verwacht ik. En ja, de situatie moet er ook een klein beetje naar zijn. Ik sprak hem overigens eerder deze week na zijn rentrée. En ja, hij kijkt toch wel heel erg uit naar zijn debuut zometeen. Want zo moet je het misschien wel noemen. Het is eigenlijk zijn rentrée, maar hij voelt het als zijn debuut voor ADO. Ja, we hebben wel weer een tijdje, 16 maanden op gewacht en nu eindelijk mijn eerste minuut weer gehad. Ja. Hoe waren ze? Ja, van tevoren wel spanning natuurlijk. Je leeft heel lang naar dit moment toe en voor mijn gevoel ging het wel lekker. Ik voelde me vrij, dus tevreden. Wanneer was die spanning weg, gelijk bij de eerste bal aanname? De no-look pass zag ik gelijk. Ja, nee, dat is wel wat je zegt. Weet je. Je staat het veld op en dan weet je gewoon van oké, we zitten weer in een wedstrijd en dan ga je gewoon vanzelf. Ben je bang voor de duels dan? Nee, niet echt. Van tevoren ben je er wel heel erg mee bezig. Van, ja, er kan natuurlijk altijd wel wat gebeuren, maar dat is elke wedstrijd hetzelfde of je nou geblesseerd bent geweest of niet. Dus je bent wel gewoon voorzichtig, maar je probeert wel zo vrij mogelijk je ding te doen. Een aantal weken geleden wilde je in Turkije eigenlijk al je eerste minuten maken. Wat was er anders vandaag dan toen? We zijn ten eerste denk ik gewoon twee, drie weken verder. Dus, ik heb die 2-3 weken nog goed extra kunnen trainen en ik heb vandaag echt het gevoel gehad dat ik er wel klaar voor was, waar ik het daar nog niet had. Het vertrouwen in je lichaam weer terug? Nog niet helemaal. Ik denk dat ik daarvoor echt wel een paar goede stevige duels voor zou moeten krijgen en dat je dan pas echt helemaal doorheen bent. Ja. Waar voel je dat aan? Ik had bijvoorbeeld vandaag een momentje waarin ik toch iemand in mijn ogen ook aan zag komen waar ik even ging twijfelen van zou ik schieten of zou ik hem even afkappen. Ik koos voor de tweede en dat is dan misschien toch in je onbewustzijn nog een beetje dat voorzichtige. Is de verleiding groot om je aan te melden voor zondag? Ik heb me vorige week al aangemeld. Maar toen geen reactie gekregen? Wel reactie gekregen, maar ik was er gewoon nog niet klaar voor. Weet je. Ik wilde heel graag en ik had heel graag afgelopen weekend gespeeld, maar we moeten wel gewoon slim blijven. Ja, Ricardo Kiesna dus. Goed, Jim, je hebt je positie ingenomen om ons even bij te praten over het laatste nieuws. Je was bij de persconferentie zojuist van ADO Den Haag. Waar ging dat onder andere meer over? Ja, dat ging onder andere over de transfermarkt die natuurlijk vannacht is gesloten. Ook over Kiesna, die dus bij de selectie zit. Maar ook over de overleden supporter van ADO Den Haag, Harm Huttinga. Fons Groenendijk startte zijn training met een minuut stilte. Dat is natuurlijk best heftig. Ja, dat... zeg maar Harm, onze trouwe supporter die al zo lang bij de club komt. Ja, we hebben natuurlijk
ja, dat hele verhaal van dichtbij meegemaakt. En dat eindigt gisteren. Ja, daar mag je best even bij stilstaan. We hebben, ik denk, vorige week nog een boodschap ingesproken, Aaron. Om ook ja, sterkte te wensen. Maar ja, je weet dat het een ongelijke strijd is. En ja, dat moment gaat komen. Ja, en dan sta je daarbij stil. Ik denk dat dat een normale zaak is. En ja, goed, dat is het. Ja, ook namens ons sterkte aan zijn vrouw, familie en nabestaanden. En ook zondag zullen de supporters nog met een mooi gebaar komen richting Harm. Dan is Heracles Almelo de tegenstander voor ADO Den Haag bijna noodzaak om die wedstrijd te winnen om weg te blijven aan de onderkant. Dus het is nog steeds zo dat er heel veel ploegen dicht bij elkaar staan. Ook naar boven toe. Want VVV en Heracles zijn ook in beeld om in te halen. Dat is nog steeds het doel wat we graag willen. Tuurlijk, je kijkt ook met een schuin oog wat er gebeurt bij de onderste ploegen. Maar je moet het zelf doen. Het heeft helemaal geen zin om naar anderen te kijken. Wij weten dat we 15 wedstrijden spelen en dat we daar een aantal punten moeten halen. Nou, dat is wat we moeten doen. En het liefst zondag. Doe je dat met of zonder Ricardo op de bank? De kans is reëel dat hij zondag bij de groep zit. Ja, hij heeft pas een half uurtje gespeeld. Moeten we niet vergeten. De wil is er bij iedereen, hè, om wat met hem wat te doen. Maar ik voel me ook enorm verantwoordelijk voor deze fase in zijn carrière. We willen nu dat hij echt weer een hele periode gaat voetballen en plezier heeft op het veld. Dus we moeten ook wel zorgvuldig zijn met het kiezen van het moment. Ja, voorzichtig, maar hij is er wel bij. Dus heb je nog geen kaartje, ik zou komen. Want deze man laat op de training al dingen zien die ik de afgelopen jaren bij ADO nauwelijks voorbij zag komen. Zoals eerder besproken wist ADO Den Haag smaakmaker Nasser El Khayati aan boord te houden. Veel clubs toonden interesse in de clubtopscorer van ADO, maar concreet werden ze echter nooit. Iedereen weet natuurlijk dat ik al in de vorige windows misschien een aantal keren weg kon, met name richting het Midden-Oosten. Dat was nu ook niet anders, maar ik ga niet ten koste van alles weg en ik maak dan liever gewoon het seizoen af. Was de mogelijkheid er wel om een stap te maken? Ja, er waren wel wat mogelijkheden, ja. Maar daar ga ik natuurlijk nu niet openbaren, maar is ook niet belangrijk, want ik focus me alleen op ADO. Welk gevoel miste je daarin? Nee, het is niet echt een bepaald gevoel. Alleen ik had gewoon altijd al tegen mezelf gezegd, kijk, het liefst als er echt een mooie Europese stap komt, om het zomaar te zeggen, dus een club echt in Europa die echt goed voetbal speelt, dan wil ik erover nadenken. Aan andere dingen ga ik wel 3 keer nadenken voordat ik het ga doen. Anders maak ik liever het seizoen af, want in de winter ergens binnenkomen is toch anders. Wanneer heb je voor jezelf die knop omgezet dat het niet meer zou gaan gebeuren? Ja, ik heb eigenlijk heel de window vrij relaxed eronder. Ik ben er vrij relaxed onder gebleven en vrij snel gewoon lekker gefocust op het tweede seizoen zelf. Maar niet opblijven tot 12 uur gisteravond? Nee, dat niet. Veel mensen zeiden Nasser is vast wakker tot 11:50, maar nee, ik was helemaal niet mee bezig. En nu? De tandem met Kisna? Ja, dat is natuurlijk iets waar ik ook een tijdje op aan het wachten ben. Natuurlijk een speler die ook het verschil kan maken, ook met een bevlieging of met een paas of met een goal. Als je ziet hoe hij de laatste weken meetraint, dan is hij er niet ver vandaan. Wat gaat dat brengen, die twee? Ja, uiteindelijk moeten we het wel doen, weet je. Maar ja, we vinden elkaar makkelijk. Je probeert elkaar altijd te zoeken, te combineren. Dus dat belooft wat. Ja, normaal gesproken ben ik niet zo van de tandem, maar naar deze kijk ik toch stiekem wel een klein beetje uit. Dan door naar keeper Robert Swinkels. Hij werd eerder deze week in het zonnetje gezet omdat hij 12,5 jaar onder contract staat bij ADO Den Haag. Tijd om de geschiedenisboek eens in te duiken. Ja, 12,5 jaar onder contract. Zit al wat langer bij de club. 14e seizoen. Debuut? Februari 2006. Heerenveen uit. En in de goal, Swinkels. Stonden er voor je? Ik weet alleen mijn linksback, hoe heet die? Bakati. Die stond op links. En verder? Verder weet ik niet. Koem? Ja. Raza, Saavedra, Rankovic, De Graaf, Den Oude, Elia en Kolka. Ja, nou, geen slechte elftal. Lasse Nielsson. En wie was de commentator bij TV West op dat moment? Dat zal jij wel zijn geweest. Nee, Erik Kooijman. Oké. Erik, ja. Sindsdien heb je zijn haar ook niet geknipt, volgens mij. En de bal is niet hard genoeg op Swinkels en Lasse Nielsson. Inmiddels een hekel aan Pippi Lankhuis sinds dat moment? Ja, die maakte de 3, hè? Ja. En een penalty nog bij een stiftje, volgens mij. Ja. Ja, en dat deuntje wat iedere keer terugkwam. Ja, dat was vervelend. Ja, maar ja, goed,
Het was mijn eerste wedstrijd, dus ik heb het allemaal een beetje in een... Ik weet het nog best wel goed eigenlijk, maar die wedstrijd heb ik wel een beetje in de roes beleefd. Ja. Ja, het liedje klinkt leuk, maar het is natuurlijk o zo pijnlijk om 3-0 te verliezen tegen Heerenveen voor ADO Den Haag. Ja, en 12,5 jaar later staat hij gewoon nog steeds op doel bij ADO Den Haag. Dit zijn de vermoedelijke 11 natuurlijk met Swinkels. Hij keert terug na een schorsing. Achterin Troepé, Beugelsdijk, Kanon en Meijers. Het middenveld met Immers, Bakker en El Kayati. En voorin Becker, Lorenzen en in de spits Valkenburg. En zoals eerder gezegd dus op de bank Ricardo Kiesna. Vorig seizoen was een mooie wedstrijd voor ADO Den Haag thuis tegen Heracles. Het won met 4-1. Laten we nog even terugkijken naar die beelden. Ja, ADO Den Haag Heracles komen de zondag natuurlijk te volgen via 89.3 Radio West, onze social media en omroepwest.nl. Dan nu ja, naar het amateurvoetbal, Herman. En dat beloof je wat, zoals elk weekend eigenlijk. Ja, ja, ja. Maar één wedstrijd springt er wel uit, hè? Ja, absoluut. Een wedstrijd die vorig jaar de meest bijzondere wedstrijd van het seizoen was. En we gaan weer terug naar die prachtige herinneringen. Katwijk keert terug naar de plaats waar ze op de allerlaatste speeldag kampioen werden in de tweede divisie. Een wedstrijd die bloedstollend slecht was, om het zomaar te noemen. Maar dus wel de wedstrijd waarin Robert Suzanne, de aanvoerder van Katwijk, aan het einde van de rit toch nog met die schaal mocht gaan staan. Dat was wel de apotheose vorig jaar van het de afsluiting van het seizoen. En dat een bomvol sportpark te zwaaien. Ja, als je daar dan de schaal mag pakken, ja, dat is geweldig. Maar er zijn ook minder zoete herinneringen aan Kozakken Boys. Dit seizoen, begin september, gaat het mis. Met een negatieve hoofdrol voor Robert Suzanne. Maar ook voor de assistenttrainer van Kozakken Boys, Tom Cornelissen. Nee, ja, voor mij speelt het niet meer. Ik bedoel, het is gebeurd en klaar. Ja, er gebeuren wel eens van die gekke dingen. Er zal best nog wel wat leven bij menig mensen. Ik heb heel wat reacties gelezen ook toen de tijd op Facebook. Dus er zal best nog wel wat leven bij bepaalde mensen. Maar nee hoor, ik ga gewoon blanco die kant op. En ik denk vooral aan vorig seizoen. En niet aan hem. Maar hoe groot een sportman ben je? Gewoon een hand geven en professioneel zijn? Nou, ik vind als je zoiets uitspookt, dan moet je ook een man zijn. En dan moet je gewoon je excuus maken of wat dan ook. En daar had hij het fatsoen ook niet voor. Dus, heb jij nooit gebeld? Nee hoor, ik heb nooit wat van ze gehoord. Van niemand van Kozakken Boys. Dus dan hoef ik geen hand te geven, ook zaterdag. Ik leg er niet wakker van, ik ben er niet mee bezig. Als hij nou gewoon zijn handjes thuis houdt, dan gaat het goed komen. Ja, hoe het allemaal afloopt, dit weerzien tussen Robert Suzanne en Cornelissen. Het is morgen allemaal te volgen live via 89.3 Radio West Sport. Ja, mooi. Kijken we naar uit, Herman. Dankjewel. We zagen hem al even aan het begin van deze uitzending. En leuk dat hij met deze man op stap is. Joop Buit met Tom Egbers. Vandaag ontmoet ik een echte tv-corrivé. Je hoeft op zondag maar de tv aan te zetten of je ziet zijn gezicht al op beeld. Het is de Herakliet der Heraklieden. Vandaag ontmoet ik Tom Egbers. Jo.
Hallo, hi Joop. Hoe is het, Joost? Ja, gaat goed. Ja, Joop, ja, gaat goed, hè? Met, ja. En met u? Mooi pet. Dat is een echte Stetson, hè? Maar, ja, 61 jaar. Volgende vraag. Hey, laten we bij het begin beginnen. Ja. Waar komt uw liefde van Heracles vandaan? Jij mag Heracles zeggen, hoor. Vind ik niet erg. Het is Heracles. Jij mag alles zeggen. Ja. Iedereen mag alles zeggen. Mijn opa voetbalde voor Heracles, mijn vader voetbalde voor Heracles. En ik heb zelf voor die club gevoetbald. Ja, ik ben opgevoed voor een deel door die club. Hè. Ik heb daar geleerd hoe ik mijn veters moest strikken. Dat je doucheslippers moest dragen. En ik heb gejuicht tientallen jaren lang met supporters daar. En dan stond ik ook op die houten tribunes nog. Ik weet nog heel goed dat ze midden jaren 60, 5 of 66, zijn gedegradeerd in een thuiswedstrijd tegen ADO. ADO en Heracles hebben ook nog iets gemeen, behalve dan dat ze allebei in de Eredivisie spelen. Kunstgras? Ik dacht, ja, kunstgras ook, ja. Dat is erg, hè? U bent toch een beetje de Roman Shea uit de voetballerij. Dat is toch heel erg dat uw club op kunstgras voetbalt. Ik zie ze liever op gras spelen, uiteraard. Maar ook als ze in een paarshirt spelen, dan ben ik toch voor Heracles. Als ze op beton spelen, dan blijf ik voor Heracles. Ik heb eigenlijk helemaal genoeg van het gelul over kunstgras. Ja, daarom moeten we gewoon naar gas toe. Laat een ander onderwerp pakken. Jouw grote Haagse vriend, Kees Jansma, die gaat stoppen. Nee, die stopt nooit. Dat is een misverstand. Ik ben 33. Ik kan me niet anders voorstellen dat Kees op tv is. Maar dat heb ik ook met jou. Ja. Ik weet niet beter dat jij gewoon... Ja. Dat jij gewoon rondom het voetbal hangt. Ja. Maar denk je soms aan stoppen ook? Moet ik ermee ophouden? Helemaal niet. Nee, dat denk ik niet aan. Ik vind het nog zo leuk wat ik doe. Ik bedoel, nee. Geweldig vak. Nee. Vind je niet? Jouw vak, ons vak. Je hebt ook een keer een boek geschreven. Heet De Zwarte Meteor over Steve Mokone. Ja. Als jij nu weer een boek zou moeten schrijven over een speler van ADO Den Haag. Welke speler zou dat dan zijn? Pieter Zoete? Nee, Theo van den Burg natuurlijk. Is vast al een boek over geschreven, over Theo van den Burg. En waarom dan over Theo van den Burg? Nou, daar zijn mooie verhalen over te schrijven, over vooral Theo van den Burg en Pieter Zoete. Maar daar kan ik in dit stadium verder geen mededeling over doen. Het zijn een beetje vieze verhalen. Nou, niet vies, maar wel een beetje ondeugende verhalen. de mooiere verhalen. Ja, leuke ondeugende verhalen, ja. Gaan even naar een nu. De Heraklieden staan op de 8e plek. Ben je tevreden over hoe het nu gaat? Zal ik eerlijk zijn? Ja? Ik maak me zorgen. Het is te wisselvallig. Ja. Het is als een raket van start gegaan. Het is onbegrijpelijk dat Heracles al die thuiswedstrijden, maar dan ook echt vaak slecht speelt. Maar gewoon echt slecht speelt. Hoe kijk je tegen ADO Den Haag aan dit seizoen? Dat weet ik eigenlijk niet. Nee? Het is een beetje, ik heb een beetje het gevoel, zo een beetje een Heracles-achtig gevoel. Ja. Ja, wij hangen heel erg aan Abdel Nasser El Kayati. Ja, maar dat is natuurlijk een weergeloze speler. Ja? Dat is een speler waarvoor je naar het stadion gaat. Lekkere balletjes met de buitenkant voetjes. Nou man, als je dat ziet, dan denk je, zo zou ik ook willen kunnen voetballen. Ja. En dat is echt, je ziet het straatvoetbal, je ziet het plezier. Ik wil ook vragen, ik eindig altijd met de kleine voorspelling. Ja. Ik denk dat het echt een bloedeloze 0-0 gaat worden. Nee, wordt lastig. Nee, dat weet ik wel. Maar ik denk niet dat het een doelpuntloze wedstrijd blijft. Nee, ik denk echt wel 2-2. Zeker 2-2. Zeker 2-2. Ja, dankjewel voor het gesprek. En, veel plezier op Midden-Noord. Komt goed. En ik ga nu nog even genieten van de rust hier zo. Ik zit lekker, man. Lekker, man. Hè? Prima bankie. Je bent in Amsterdam. Hoe vind je dat? Dat hoopte ik stil te houden, maar hey, dankjewel. Hè. Mijn leven is niet meer veilig in Den Haag nu. Ja, mooi om te zien. Twee voetbalromantici samen. Jongens, staat een mooi weekend voor de deur. Waar verheug jij het meest op? Rentree van Kiesna. Oh ja, tuurlijk. En jij, Herman? Had je het over ons voetbalromantici? Ja. Ja, het weerzien tussen Suzanne en Cornelis. Ja. Ik ga ze in de gaten houden. Goed, dankjewel. Zien we het komend weekend. Jij? Ik verheug me op heel andere dingen. Dankjewel, Jip. We zijn er dus dit hele weekend op radio, op tv en natuurlijk ook online is alles te volgen. Maak er een mooi weekend van.